Welkom, Wouter. Dankjewel. Ja, welkom. Ja, laten we een keer niet de aflevering schreeuwend beginnen. Laten we gewoon even rustig van... Welkom. Ja, zo van... Welkom, mensen, bij... Oh, welkom! Allemaal toeters en bellen. Het is geweldig, dames en heren. Het wordt weer één groot feest. Maar laten we eerst even mijn Magikarp opeten. Kijk, ik heb Magikarp. Oh, wat? Heb je hem eindelijk gevangen? Het is een gouden Magikarp. Ik heb een gouden Magikarp eindelijk gevangen met, wow, deze pijl. Met die pijl nog wel. Dit was de pijl, dus dood. Ik stak hem zo in die water. Ik stak hem in die water zo, pap! Ik stak die blikje in die water. Oh my god. Hey, ik heb een reactie gekregen en daar gaan wij meteen maar even werk van maken. Deze reactie is van Jesper Helmens en die zegt... Ik heb de map gedownload en iets ontzettend vets ontdekt. Ik zeg nog niet wat, maar het is op deze coördinaten. Dus laten wij gewoon naar die coördinaten gaan. Ik zet de coördinaten eventjes in de chat. Kijk eens aan. Laten we daar maar eens heen gaan. Heb jij genoeg knolpower raketjes? Ik heb er best wel een aantal, ja. Oké, cool. Ja, laten we daar gewoon gebruik van maken. En dan gaan we lekker vliegen. Nice. Dan moet ik eventjes kijken. Min is daarheen. Alright. Nice. Hopelijk ben je het nog niet verleerd. Nope. Nou, ik heb het eigenlijk nooit geleerd, maar daar niet van. Je deed gewoon eigenlijk altijd maar wat. Ja, precies. Ik vind het wel lastig hoor, om vanaf stilstaand gewoon erop te komen. Ja, is het ook. Je moet... Oh! Oh shit, ga je nou in één keer stoer doen om mij heen te halen? Is dit een uitdaging? Is dit een giant dirt tower? Ja, die dirt tower is allemaal verleden tijd. Die oude koek hebben we niet meer nodig. Oude hoer. Oude hoer. Dat is nergens voor nodig. Hey, ik heb nog een reactie gekregen. En deze reactie is van Hugo Potts. En die zegt... Like als je de buurman of buurvrouw van Enzo wilt zijn. Wat? Wil je dat echt niet, hoor. Zit nee. Je in de avond om 12 uur 's nachts zo je opeens... Yo, met je! Ja, ik bedoel, wie wil nou mijn buurman of buurvrouw zijn? Dat wil je gewoon echt niet. Dus ik heb medelijden met mijn buur... Nee, zo'n pain in the ass ben ik echt niet, hoor. Nee. Ik neem eigenlijk niet zo heel vaak meer op in de nacht. En als ik in de nacht opneem, dan is dat nooit zo hard dat de mensen daar echt overlast van kunnen krijgen. En het is hier ook wel goed geïsoleerd. En ik heb niet voor niets zo'n... Ja, je ziet er nu niks van. Maar achter mij heb ik niet voor niets zo'n prachtige studio met allemaal platen. En die platen zijn speciaal gemaakt om het geluid tegen te houden en betere kwaliteit te produceren hier zo. Precies. Ja, dus... Heb je ooit klachten gehad? Toen je aan het opnemen was? Nou, ik heb wel eens een schilderijtje opgehangen of zo. Dus een spijker in de muur geslagen. En dan kreeg ik even een telefoontje van... Yo, what's up, Enzo? What are you doing, man? Het is 3 uur 's nachts, gek. Nee, sowieso niet 3 uur 's nachts. Oké. Okay. Oké, laten we hier bij die paarden heel even gaan landen. Okay. Oh, paarden. Oh. Ik zag trouwens iemand vliegen, maar dan niet in één keer F5-modus, maar gewoon zo. En dat werkt eigenlijk ook wel echt supergoed. Je moet wel even wennen, maar op deze manier vliegen werkt ook wel gewoon supergoed. Hoe is dat dan? Nou, normaal gesproken vlieg ik altijd één keer in F5. Dus dan zie je zeg maar jezelf in je rug. Mm-hmm. Maar nu doe ik dat nu ga ik dat proberen gewoon in first person, zeg maar. Ah, zo. Ja, ik vlieg eigenlijk altijd in first person. Oh, serieus? Ja, daarom ben je zo goed. Ja, precies. Ik zit er zo dicht op. Ja, je moet die tips wel delen met mij. Anders lijk ik zo noob. Shit. Oké, een first person. Hoe gaat het met first person? What? Ja, nu snap ik het gewoon, hoor. Het ligt gewoon aan die first person. Je weet zelf. Zo, ik heb genoeg vleesjes. Laten wij weer verder gaan kachelen. Wij hebben de min hebben we gehaald. Nu moeten we alleen die andere nog. En dat is 6000. En dat is die kant op. Daar zo. Dus 1, 2 en first person. Hoppa! Wee! Ja, you're following me. Maar ja, goed, top. Ja. Kijk, weet je wat het is? Oh, ik zie een heksenhuisje hier rechts, beneden. Ik weet niet of we hier ooit zijn geweest. Met allemaal biggetjes. Biggenhuisje. Ik ga erop landen. Hoppakee. Wee. Oh. Ja, first person. Oh, een heks! Oh, shit! Slaan dood. Hoppakee, hij heeft zijn verdiende loon gekregen. Hoppakee. Ik zag het gewoon in zijn ogen dat hij ooit een keer iemand heeft vermoord wat niet nodig was. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. En hier zit natuurlijk geen... Oh, een bloempot. En een ketel.
Een bloempot. Laten we dan wel eventjes voor die heks. Kijk, hebben we hier ergens een bloemetje in de buurt? Ja, dan moeten we wel even ten ere van... Ja, ter ere van de heks moeten we wel even... En dan maak ik ook... Ik heb wat bordjes bij me. Als jij... Kan jij een bloemetje zoeken? Ik heb wel een beetroot. Een beetroot. Past dat in zo'n ding? We gaan hier. Misschien kunnen we dat planten in dirt. Past het? Nee, ik kan het wel zo erin gooien. Een spider eye kan ook niet, hè? Nee, kan ook niet. Wat kan er wel? Misschien een mushroom. Oh ja, een mushroom. Ja, dat is zeker een thema. En dan zet ik hier zo'n bordje neer. De gemene heks. Rip. Rust in vrede, dat is wat leuker. Nou, dat is helemaal niet leuk trouwens, maar... Ja! Het werkt! Ik zie het helemaal niet. Arme heks, man. Nee, ik zie helemaal niks erin zitten. Oh, echt niet? Ik zie het wel. Huh? Oké, wacht. Laat ik het zelf eens een keertje proberen. Ik zag het serieus niet. Zagen jullie dat, kijkers? Dat was echt vreemd. Ja, nu zie ik het wel. Oh, nu zie ik het niet. Wat? En kijk of ik er nog wel iets in kan doen. Nee. Oh, ik kan hem eruit halen, die van jou. En nu zie ik hem. En ik zie hem ook nog. Oh. Oh, nu niet meer. Oké, vaag. Vaag. Echt. Ik heb weer wat vlees nodig, dus laat me heel even mijn ding doen. Zo. Maar weet je wat het is? Ik denk dat hun zeggen van like als je Ensus Knol buurman of buurvrouw wil zijn. Omdat ze dan denken dat ik dan elke dag naar jullie toe ga om te chillen en op de foto of zo. Maar ain't gonna happen, son. Ain't gonna happen. Waarom niet? Waarom open je dan niet gewoon elke ochtend bij die persoon? Goedemorgen, ik ben weer bij mijn buurman. Super gezellig. Goedemorgen, bakje koffie. Ja, nee, dat lijkt me helemaal niks. Nee. En ik moet zeggen dat... Omdat ik ben heel erg tevreden met mijn buren die ik heb. Ik ben hartstikke gelukkig hier. Ja, dat is fijn. Shout-out naar de buren van Enzo. Ja, zeker weten. Shout-out naar jullie! Wow, niet zo hard, Wouter. Sorry. Het is 3 uur in de nacht, oké? Okay? Shit. Even kijken. Ja, we moeten... Oh, we moeten precies de andere kant op. We moeten daarheen. Let's go. En daar gaan we weer. Ik kan heb... je vanuit water eigenlijk? Op... Ja, je kan... Nee, niet vanuit water, nee. Nee, zie je? Ik probeerde het. Maar misschien wel vanaf een lief hier. Oh yeah! Oh shit. Wacht even, ik moet eens zwemmen. De pro move. Ik en kijk jump. De hele tijd omhoog. Oké, ik heb hem. Ik ben aan het wachten hier op jou. Ja, ik zie je. Oké, nice. Ik kom eraan! Daar gaan we weer. Ik ben heel erg benieuwd wat Jesper heeft gevonden. En ik ook. Hij heeft dat natuurlijk gevonden omdat ik bij de vorige aflevering heb ik de map in de beschrijving gezet. Dus toen hebben jullie allemaal eventjes kunnen spieken. Waar misschien wel epische dingen zijn. Oké. Ik zie hier allemaal Dark Oakwood. Het is wel een tijdje geleden dat we op avontuur zijn geweest. Dus het is zeker wel even een leuke uitdaging. Altijd. Jij volgt me nog? Volgens mij vlieg ik voor jou, toch? Oh, ik zou het niet weten. Nou, ik ben in ieder geval in dezelfde richting als dat we eerder opvlogen. Oké, we moeten in ieder geval naar 6400. Dus als je daarheen vliegt, dan moet het helemaal goed komen. 6400. En ik heb nog een reactie, want ik zag laatst een keer Timo in kleur typen. En toen had ik zoiets van, in kleur typen? Kan dat in Minecraft? What? Fancy. Dus dat kan. En deze reactie is van Nick Tol. En die zegt, Enzo, om in kleur te typen moet je shift 7. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 9. En dan je tekst typen. Dus ja, op die manier. Dus laten we dat straks eventjes proberen als we geland zijn. Alright. Ik ben wel echt benieuwd of dat serieus werkt. En in wat voor kleuren we dan kunnen typen. Want Timo had in roze getypt. Maar misschien kunnen we ook wel in knolpower rood typen. Knolpower? Ik denk het wel. Het is echt bizar, want we zijn nu bij het derde seizoen. Dit is aflevering 180, zo uit mijn hoofd. Ja. Een dorp. Ik heb een dorp gevonden. Village. Oh, wow. 2 dorpen naast elkaar. Wil je erheen of niet? Ja, graag. Wow, zie jij het ook? Ja, holy shit. Ja, ik ben bij. Nice. Ja, gewoon 2 dorpen naast elkaar. Dat gebeurt zeker weten niet vaak. Heel erg nice. Even kijken of ze zo'n leuk villetje hebben met zo'n mappie. Ho. Even kijken. Die is wit, toch? Ja, die villager is wit, ja. Hallo, villagers. Wij komen niet in vrede. Nope. Oké, daar hebben we helemaal niks aan. Oh my god, wie bouwt zijn huis nou zo dat je freaking dirt voor de deur hebt staan? Ja, echt hè.
Oh, wacht, ik zie. Ik ga gewoon via het glas naar binnen, wil je? Dan betaal je gewoon de architect bakken met geld. En dan bouwt hij dit. Jongen, jongen, jongen. Ik heb hier wel een librarian gevonden, was dat het niet? Nee, het was een cartographer volgens mij. Oh ja, cartographer. Oh jeetje, wat goed voor jou. Misschien in de andere village. Ja, oh my god. We kunnen daar wel even kijken. Ik heb hier ook weer echt zo'n sneu huisje. Moet je eens komen kijken. Oh, ik kom eraan. Het zal dan wel echt heel sneu zijn als je, als je het wil laten zien. Where are you at? Als je doorloopt. Ah ja, ik zie je. Ja, ja, ja. Kijken. Moet je hier kijken. Je zal maar hier wonen. Ah! Er is ook geen uitgang. Dit is wel echt heel triest, man. Oh, en hoe lang zit hij daar dan niet? Het is het begin van de survival. Moeten we hem niet redden? Wij moeten hem gewoon even uit zijn verlossen. Uit zijn lijden verlossen. Ik dacht, je gaat hem vermoorden. Nee. Ja, hij heeft lang genoeg geleden. Ja, dat is echt waar. Oké, deze heeft het wel leuk gedaan. Hij heeft een mooi tuintje ook gewoon. Ja, met een bloemetje en alles. Ja, deze heeft het echt goed voor elkaar. Heeft hij een mooi tafeltje. Ja, dit is wel fancy. Oké, laten we even bij het andere dorp kijken. Hoppakee. En dan gaan we eventjes kijken nu of ik een kleur kan typen. Als jij dan wil kijken of zo'n cartographer hier is. Ja. Even kijken. Dus wat ik moet doen is dus shift en dan 7. Dat begrijp ik eigenlijk al niet. Oh, shift 7. Oh, dat is gewoon zo'n N-teken. En dan 5 en dan hoi. 5 en dan hoi. Shift 7. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 9. En dan mijn tekst. Hallo Wouter. En dan zou het moeten werken. Maar misschien heb ik die plugin niet in mijn server. Kan dat? Ja, weet je hoe Timo het zei? Zei hij het echt als een karakter in de game of zei hij het via de console? Nee, hij had het op... mijn zwaard bijvoorbeeld is in gele letters geschreven. Ah, ja, nee, dat is volgens mij wel iets wat je vanuit de server doet. Maar hij kan het er vast in zetten. Ah, oké. Maar normaal gesproken moet het dus dit zijn. En dan doe je dus zeg maar 2 en dat is dan misschien blauw. Of 3 is dan rood of 4 is geel. Ja. En dan zeg je dus, yo Wouter. En dan zou het dus in kleur moeten zijn. Oké, nou ik ga even vragen aan Timo of hij dat erin kan zetten. Pas wel, pas wel. Droog klopt. Oké, where are you at? Dan gaan we gewoon weer door. Want volgens mij is hier helemaal niks te beleven. Ja, we moeten nog steeds naar die locatie. Ja, weet ik. We zijn er bijna. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Oké, eventjes kijken, dat is... Oh ja, echt nog bijna. We moeten nog, we moeten hierheen. deze kant op. Ja? Ja, deze kant op. Ja, daar gaan we. Hoppa. Ja, want we moeten 6400. Wow, check dat dirtblokje hier. Hoe random is dat ook weer? Ah! Oh, ik wilde er ook op landen, maar dat lukte niet. helaas. Oké, okay. Architect, hè? Ietsjes meer naar rechts. Ja, die architect, hè? Architect. Check die architect, zwaar. Wacht even, ik moet even kijken waar jij nu bent. Het is hier bijna, het is hier bijna. 6400 komt heel erg dicht in de buurt. En het was 18-1895, dat is hier. Want het moet hier zijn, hier moet het zijn. Hier moet het zijn, Wouter. 1895 en 6429. Oké, ja, ik ben daar ook... Oh ja, ik hoorde jou. Kijk, jou niet. Ik ga hier eerst naar 2429. En dan naar min... Ja, dan moet ik daarheen. Ik zie jou de hele tijd voorbij vliegen. Ja, ik zie jou niet. Ik ben jou aan het zoeken. Ja, hier, nu sta ik... Even kijken. Ik wilde precies opstaan. Oh, wacht, volgens mij zag ik je. Precies. Hé, hey, ja, nu sta ik er precies op. Oké, nou, dit is wel echt een mooi plekje. Dit is echt een heel episch plekje, echt. Bedankt, guys. Blijf jij hier staan? Ik blijf hier staan. Want je ziet... Oh, what the fuck? Want je ziet niks, toch? Nee, hier is helemaal niks. Wat is dit voor zogenaamd episch plekje? Ja, misschien gaat het verder dan dat. Oh, wacht. Wacht, ja.
Dit klopt helemaal niet. Hij zegt min 1895. Nou, daar staan we nu. En hij zegt dan als Z, zegt hij 6429, staan we ook. En dan zegt hij als Griekse I, zegt hij 178. Dat is in de lucht. Dat is in de lucht. Oké, ik ga nu in de lucht. En ik ben nu 178, maar ik zie helemaal niks hier. Misschien bedoelt hij min? Nee, dat kan niet. Nee. Zullen we niet gewoon naar beneden graven? Kijken wat daar zit. Ja, laten we hier naar beneden graven. Want... Heb ik een schep? Nee, ik heb een schep. Oké, dit gaat iets sneller. Oh, niet naar beneden, dude. Jawel, gewoon altijd maar naar beneden, meteen. Oh shit, maar ik heb geen... Heb je een waterbucket? Nope. Hoi. Weet je wat je moet doen? Vliegend hierin gaan. Maar dan wel omhoog kijken. Oh nee. Ik weet niet of het werkt. Dit gaat sowieso fout, dat weet je ook, hè. Wacht, ik... Oh, weet je wat wel werkt? Let op, hè. Ja. Wee! Oh. Ha! What the fuck? Ik ging omhoog, alleen ik kwam niet ver genoeg of zo. Oh shit. Oh! Hey! Yeah, baby. En nu er weer in. Dat zal wel heel sick zijn als je precies erin kan en het dan overleeft gewoon. Ah! Oeh, mijn leven flitste gewoon voorbij. Oké, ik ga het proberen. Oh, kijk, het werkt. Niet. Hallo, maar je overleeft het wel. Ja? Okay. Ja, ik doe voor de zekerheid dit. Herp. Hoeveel heb je nog? Nou, echt nog veel. 3 hartjes gingen eraf. Oh, oké. Okay. Oh, wacht. Dit was misschien niet zo handig. Nee, hè? Nee, kan je aan de zijkant iets... Ja. Ga ik staan? Oh, of niet? Oké, nou, dan laten we hier gewoon naar beneden gaan. Wacht even, ik moet weer vallen. Kan ik vallen? Ja. De tactics. Yep. Yo. Hey, ik hoorde wel een zombie. Dus misschien is hier een soort van... Ik hoor weer een zombie. Een spanner of zo. Ja, misschien is hier wel een spanner die we nodig hebben. Voor XP farm. Ik hoor nog steeds een zombie. Ik durf niet te lang onder mij te minen nu. Het is ook perfect voor mij, nu heb ik een mooi trapje. Ja, precies. Ik probeer elke keer voor je te maken. Oh, ik ben nu bij Bedrock. Oké, dus de zombie zit hier ergens in de buurt. Heb je niet toevallig nog een pickaxe? Nee, ik heb toevallig niet nog een pickaxe, nee. Oh man. Maar laten we... Oh, ik hoor de zombie. Volgens mij zit hij hier rechts ergens. Ja, ik hoor hem. En misschien is dat het dan gewoon... Ja, een zombie. Ja, oh, hier is lava. Hier is lava. Oké, dan moet ik hier ietsjes omhoog. En dan nu naar links. En dan komen we in een cave als het goed is. Oh, wacht. Ja, kijk. Hier is een cave. Oh, maar dat is nog niet de zombie. Oh, hierboven is ergens een zombie. Boven ons. Blijft altijd een beetje moeilijk. Zolang je maar geluid maakt. Maar je denkt ook dat je kan horen waar die vandaan komt. Maar volgens mij valt het echt vies tegen. Ja, volgens mij ook wel. Oh, ja, kijk. Het klinkt alsof die van rechts komt. Ik heb het alsnog gevonden. What? Hoppakee. Oh, hier is de zombie. Yo, ja, bro. Hier is de zombie inderdaad. Ik denk dat je gewoon vol getrold bent. Ja, ik denk ook dat ik gewoon kaart getrold ben. Wat zonde dit, man. Echt. Wat zonde. Ja, ik had zo gehoopt op iets episch. Ja, het enige wat ik er dan uit kan halen is even wat iron ore. Dus nou, daar gaan we. Iron ore. Best episch. Maar wat zonde van onze tijd, hè? Nee, want dit is dé perfecte plek voor iets wat al veel te lang niet is gebeurd. Oh, en dat is? Nou mensen, jullie weten het wel. Ik heb het natuurlijk over het... Oh! Louters weet je. Ja. Dat was hem, hè? Ja, dat was hem. Dat hoop ik. Nee, dat was hem gewoon. Dat was hem gewoon. Yes. Ja, want we hebben natuurlijk weer een nieuw Wouters weetje. Ik ga jullie weer net even iets slimmer maken. Oeh. Dan dat jullie al zijn. We zijn natuurlijk al hartstikke... Oh, gaan we de IQ-test doen? IQ-test? Ja. Ik kan er best een keer een special video van maken. Ja, inderdaad. Ik heb nog nooit de IQ-test gedaan. Creeper achter je. Ja, echt nog nooit. Heb jij ooit een IQ-test gedaan? Nee, ook niet. Niet een officiële in ieder geval. Nee, dus ze kunnen we misschien wel een keertje gaan doen. Ik ben best wel benieuwd wat mijn IQ is. Precies, lijkt me ook leuk om te doen. Maar voor nu hebben wij eerst een weetje. En ik ga me even erbij passen. Ja, pas hem even aan.
ik pas hem even aan. Het gaat over, over slapen. Over slapen? Oké, okay, iets wat jij dus niet zo heel veel doet. Nee, nee, zeker niet. ik had het een stuk meer willen doen. Oh my god, het is hier echt druk, dude. Ja, het is hier een beetje heftig. Maar kom maar op met dat weetje. Nou, oké. Okay. Jullie weten vast wel dat het soms gebeurt dat mensen in slaap vallen, bijvoorbeeld op school of op werk. En dat je dat altijd op je donder krijgt. Ik bedoel, op school, ja, dan wordt gewoon de juf boos op je of zo. Ja. En op het werk, nou ja, de baas natuurlijk. Ja. Alleen nu is het heel erg populair geworden in Japan om te slapen op het werk. Oh, en echt waar? Ja, het mag. En de reden daarvoor is dat de werkgever die ziet het in plaats van dat je lui bent omdat je aan het slapen bent, zien ze het juist als een teken van dat je hard gewerkt hebt. Nee, dat meen je. En dat je daarom zo moe bent. Oh my god. Hoe en, vet en, is dat? Waar mag dat? In Japan. In Japan. Ja, en het heet een inemuri, of een inemuri. Sorry voor mijn Japanse uitspraak, jongens. Oh, zo noemen ze dat. Dus net zoals een siesta in Frankrijk, nou, bijvoorbeeld, noemen ze dat een inemuri. Ja, een inemuri. Een inemuri. En steeds meer Japanse bedrijven investeren dus in die powernaps. En het wordt dus ook vanuit... Maar hoe kan je daarin investeren in powernaps? Nou, bedden. Ze kopen dus bedden, zodat mensen even snel kunnen gaan slapen. Dat oh, soort dingen. Oh, echt waar? Ja. Maar jeetje. Dit is helemaal mooi. In sommige bedrijven dan zeggen ze van, nou, bedden is een beetje too much. Ja. Het is niet dat je moet rusten. Dus dan zeggen ze, het is wel de bedoeling dat je tijdens je slaappauze rechtop blijft zitten. Onder het mom van een actieve houding, ook als je uitrust. Dit is echt waar. Hoe verzin je het? Echt. Zo van, oh, ik ben echt super actief, maar... Ja. Wel rechtop blijven zitten, hè? Hoe kan zoiets, man? Ja, het is echt bizar. En er zijn dus ook allemaal bedrijven die nu slaaplounges maken. Het zijn dus plekken waar je kan slapen of uitrusten. Ja. En dan kost het... elke 10 minuten slaap kost een euro. Elke... En... ja... Word ik nou pien? Ja, ja, je hoort het pien, ja. Het kost dus 1 euro per 10 minuten slaap. En als je een... pyjama wil huren. Je kan een pyjama huren? Ja, 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 die kan je huren. En dat kost dan 75 cent. Maar je moet dus betalen als je wil slapen? Ja. Oké, okay, dus het gaat wel van je salaris af, zeg maar. Nou, dat is die lounge. Dat zijn dus gewoon echt aparte bedrijven en die hebben dan dus gewoon een slaaplounge. Ah, oké, okay, dus als je gebruik wilt maken van die lounge, ja, dan precies. Zou je dat moeten betalen. Ja, ja. Maar ja, dan denken mensen al gauw snel natuurlijk van, oh ja, dat eurotje of zo, ja, dat maakt niet uit. Ja, nee, lijkt me ook. Ik zou best wel voor een eurotje even een uurtje willen slapen. Ja, ja, dat was, was een uurtje of 10 minuten? Een euro per, oh nee, inderdaad, een euro per 10 minuten. Dat is best wel duur, 6 euro per uur. Ja, dat is, nou ja, dat is inderdaad wel duur. Dat is wel pittig hoor. Ik weet niet of jij dat dan wil, Wouter, maar... Nee, nou, ik slaap sowieso alleen maar rechtop. Oh, ja, 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 oh, je doet standaard gewoon. Ja, ik zat zo net ook tijdens de aflevering, zat ik even 10 minuutjes ook. Oh, ik meen al iets. Ja, precies. Ben jij een snurker of niet? Nee, nou, heel soms als ik echt, zeg maar, heel hard heb gewerkt, bijvoorbeeld op de beurs afgelopen weekend, dan ben ik zo kapot. Dan heb ik af en toe wel, volgens Maisha, mijn vriendin, dat ik dan snurk. Ja, serieus? Ja. Dus als je echt, echt kapot bent. Ja, precies. Nou, ik eigenlijk, als ik verkouden ben eigenlijk alleen. Ah ja, 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 tuurlijk. Ja, dan... Maar ja, deze zegt wel dat ik heel erg veel beweeg in mijn slaap. Oké. Okay. Dus dat ik echt wel flink heen en weer kan gaan. Maar wat ik echt het allermeest doe in mijn slaap is zweten. Oké. Okay. Ik zweet echt heel erg veel in mijn slaap. Maar sowieso is het algemeen bekend dat mensen het meest zweten als ze slapen. Ja. Dus daarom is het ook altijd verstandig om een lekkere douche te nemen. En, ja, en dus om regelmatig je bed te verschonen. Dus dat is zeg maar om die reden, omdat je gewoon heel erg veel zweet in je slaap. Ja, en jij beweegt ook nog heel veel. Dus, Ja, precies. Dus het is, ik fitness gewoon altijd in de nacht. Ja, zo blijf ik gewoon actief. Oh, maar dude, hoe ideaal is het dan als jij in Japan woont? Als je gewoon tijdens je slaap nog beweegt, dan ben je echt een ultieme werknemer. Ben je gewoon aan het joggen, ben je aan het slapen. Ja, dan ben je echt zo de topman van, hey, deze dude in ons bedrijf. Hij zit niet alleen rechtop, maar hij beweegt ook nog. Ja, dat is wel een extreem actieve houding. Ja, precies. Werknemer van de maand, hoor. Hey. Nou, we zijn weer boven. En ja, dit was het dan. Het was een beetje een... Ja...
Een beetje een vreemd avontuur, want er is niet heel veel bijzonders gebeurd. Nee, maar volgende keer wel. Oh man, oh man. Ja, laten we de volgende keer gewoon een beter avontuur gaan hebben. Maar dat gaat goed komen. Dames en heren, bedankt voor het kijken. En ik ga vanaf nu niet meer in jullie trolls trappen, oké? Okay? Ga dat niet meer doen. Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog voor jezelf. En ik check jullie bij New Survivor morgen. Peace. Peace.